Hoi, ik ga de 50 Facts About Me tag doen. Er zijn 50 weetjes over mij die ik heb opgesteld. En veel plezier bij het kijken. Ik ben altijd het kleinste meisje uit de klas. Ik heb een jaar lang moeten wachten op mijn Canon 650D en ik ben er heel blij mee. Ik kon vroeger niet praten. Ik kon altijd mijn briefjes aanzetten en vooral op school. Ik bewaar letterlijk alles waar gewoon een herinnering aan zit. En daarom is mijn kamer ook gewoon zo'n troep. Ik zeg altijd dat ik mijn boek af wil maken, want die is bijna af. Maar op een of andere manier lukt het mij gewoon niet om gewoon het laatste stukje, die laatste pagina, gewoon af te gaan schrijven. Ik heb Lita's besteld. Ik heb vroeger tegen een bowlingbal aangetrapt, want die lag in de speeltuin. Ik hou altijd hele goede cijfers, terwijl ik er echt geleden drol aan besteed. Ik heb echt een hekel aan porno. 18 augustus ben ik 18 jaar in Nederland. Want ik ben geadopteerd. Laura Dekker, het zaalmeisje, was een vriendinnetje van mij. Jee. Over 3 jaar ga ik met Iris naar Los Angeles en in New York. Met mijn diploma uitreiking ben ik wezen uit eten met een docent. En dat was heel leuk. Ik heb heel vaak het gevoel dat mensen mij laten zitten. En ik ben ook altijd het meisje die altijd bevestiging nodig heeft met echt alles. Ik haat het ook als mensen tegen mij zeggen dat ik stil of verlegen ben. Want het valt echt reuze mee als hoe ik ben geweest. Ik ben 1,50 en ik groei niet meer, dus ik ben heel klein. Ik vind reizen leuk, in de trein of in de bus. Ik vind het leuk. Een goede vriendin van mij is 4 jaar jonger dan ik. En we zijn toch beste vriendinnetjes en dat is heel leuk. Ik heb heel lang haar gehad dat over mijn kont. En dat wil ik nu wel weer terug hebben, want dat vond ik heel leuk. Ik hou van knuffelen. Ik vind het nog steeds doodeng om de wc door te trekken in de nacht als het donker is. Vroeger dacht ik altijd dat er krokodillen onder de trap vandaan kwamen die me op wilden eten. Ik heb op paardrijden en turnen gezeten. Ik lust geen melk, geen slagroom en ook geen boter, want daar walg ik echt letterlijk van. Ik heb geen genoeg plek om al make-up op te ruimen, dus daarom ligt mijn make-up echt all over the places in mijn kamer. Ik hou er niet van om films te kijken in mijn eentje. Dan verveel ik me gewoon dood. In groep 1 heb ik mijn pols gebroken. En ik op een klimrek stond en iemand ging op mijn hand staan. En toen viel ik van het klimrek af. Mijn stiefmoeder is een Filipijn en daarom ben ik al 2 keer in de Filipijnen geweest. En waarschijnlijk krijg ik dit jaar weer. Ik heb een flesje mogen geven aan een babytijger van 15 maanden. En dat was heel schattig en heel eng, want hij was best groot. Ik wil nog heel graag een tatoeage laten zetten en waarschijnlijk op mijn linkerpols. Als ik met een vriendin wil uiteten, gaan we eigenlijk altijd wel naar de McDonald's. Ik heb met dolfijnen gezwommen en dat was heel eng, maar ook heel leuk. Ik haat het om te laat te komen en ik kom eigenlijk altijd wel veel te vroeg, een half uur te vroeg of zo. Ik heb veel nare dingen mee moeten maken, maar ik ben er altijd wel overheen gekomen en ik ben altijd meer optimistisch gaan denken. Voordat ik mijn studenten-OV had, fietste ik bijna iedere dag 50 kilometer en dat was heel vermoeiend. Ik raak echt in stress als mijn kauwgom op is, dan raak ik helemaal in paniek. Ik heb nog steeds een Samsung Stars mobiel en heb ik al 3 jaar, maar ik wil wel heel graag een nieuwe, want die is al bijna helemaal dood. Ik mag altijd graag naar de kapper omdat ik daar model ben, dat is ook heel leuk en heel handig. Ik ben echt een waterrakje, want als ik water zie wil ik gelijk in springen en lekker in zwemmen. Ik hou van eten. Jullie vinden mij dik, maar daar kan ik eigenlijk helemaal niks aan doen. Want dat heeft echt niet te maken met dat ik van eten hou. Dat hebben andere redenen. Ik moet altijd op mijn tenen gaan staan omdat ik wil pinnen, want anders kom ik er niet echt goed bij. En als ik geen schoenen aan heb, loop ik eigenlijk ook vrijwel altijd op mijn tenen. Ik vind Jasper lief. Ik walg van vieze nagels. Als mijn nagels vies zijn, dan zit ik echt. Dan ga ik gelijk mijn handen wassen en alles onder mijn nagels vandaan halen. Ik heb een obsessie met koeien gehad. Want koeien waren mijn lievelingsdieren en die vond ik geweldig. Met de eindmusical in groep 8 speelde ik oma. En dat was wel een beetje een rare rol, want ik moest een grijze pruik op. Mijn lievelingseten is eigenlijk hartige taart, maar dat eet ik eigenlijk nooit. Hooguit 2 keer per jaar, maar meer niet. Dus daar moet ik eigenlijk al verandering in brengen, want ik vind dat zo lekker. En als laatste, ik wil later in een villa wonen met heel veel kinderen en mijn man. Dit waren 50 weetjes van mij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En dat jullie zo meer over mij te weten zijn gekomen. Mocht jullie deze video al hebben gedaan of over willen nemen, mag dat. Laat dan hier beneden videoreactie achter. Ik kan kijken, want vind ik alles leuk. En dan zal ik ook even reageren en alles. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doei!